Wel een reservelijst aan, moet je van die afvragen. Die hebben een reservelijst aanleggen voor vleringen. De zomerschool is een activiteit van de ouderenbonden, gezamenlijke ouderenbonden, waarin we mensen boven de 50 jaar iets in de vakantie te doen geven, zodat ze die tijd rustig door kunnen komen. Dat mensen die dus niet op vakantie gaan, die kunnen bij ons terecht voor allerlei activiteiten. Het woord school wil dus zeggen dat we de mensen ook iets meer geven waar ze wat mee kunnen. Bijvoorbeeld, we gaan dus golven, midgetgolven. En dan proberen we de mensen ook, die dat niet kunnen, dat ze toch kunnen gaan midgetgolven. Hoeveel onderwerpen heeft u ongeveer? We hebben 20 onderwerpen in 2 weken tijd. En elke dag hebben we 2 onderwerpen. 'S Morgens beginnen we rustig. Dan kan er bloemschikker zijn en werken met papier. En dan 's middags dan pakken we de fiets. En dan toeren we alle activiteiten rondom Almoor, dan gaan we er rond. We gaan bijvoorbeeld met het waterschap, we gaan bijvoorbeeld de doorbraak, we gaan naar tuinen en noem maar op. Hoeveel deelnemers had u vorig jaar? We hebben dit jaar denk ik dat we zo rond de 500 inschrijvingen hebben. En dat is iets meer dan vorig jaar. Oké, succes. Ja.